Vijf jaar het Varse Theater. Ja, mannetjes, dat is een feestje, hè. We stonden vijf jaar geleden ook bij u om te vragen van hoe begin je daar nu aan? En hier staan we vijf jaar later. Hoe voelt dat nu? Ja, dat is gek. Ik heb onlangs nog eens dat filmpje naar bekeken van ons. En toen dacht ik, amai, wat zeg ik daar allemaal? En nu is het plots toch iets... Ik moet zeggen, het Varse Theater begint zo wat te leven. In het begin moest ik het altijd uitleggen. En nu moet ik dat niet altijd meer zeggen. Ze weten al, ah ja, het Varse Theater. En dat is wel leuk, of een leuk gevoel. Het idee was natuurlijk van, ja, in Gent en in de Vlaamse Ardennen vooral, dan, dat bestaat niet, een echt zo typische comedies. En ik dacht, ja, als ik in dat gat spring en ik organiseer dat hier, hopelijk slaat dat aan. Ja, ik had dat zelf nooit durven dromen, want ik ben natuurlijk ook van een generatie. Ik ben opgegroeid met iemand als Katja Retzijn, Koen Krukke, Bob de Moor, Peter van Asbroek, Chris van Espen. Dat zijn allemaal mensen in mijn jeugd die ik op televisie zag of in het theater. Waarvan ik dacht van, ja, als dat ooit kan om daarmee op de planken te staan, graag. En ja, dat die droom nu werkelijkheid is geworden en dat het nog eens werkt ook. Ja, dat kan ik enkel maar mijn polletjes voor kussen. Hè? Ja. En regisseren en acteren, dat is geen makkie, denk ik. Zijn jij een stresskip of houd jij dat liever voor u en zie je dat niet aan u als je even... Normaal zou het niet mogen zien. Ik heb daar een cursus voor. Ik heb er nog geen spijt van. Ik heb eigenlijk heel veel dingen dat ik altijd heb willen doen, heb ik in verschillende projecten kunnen verspreiden en zo. En het is wel een keer tof ook, omdat ik nu wel meer regisseer dan dat ik speel zelf. Om zo, dat is een heel rustgevend gevoel om zo een keer... Anders dan moet je altijd iets nieuw creëren voor je eigen. En op een duur, de mensen verwachten ook, omdat ze mij in tipjes kennen en zo, verwachten ze ook elke keer iets nieuw. Dus nu kan ik gewoon iemand anders laten spelen wat ik wil. Dus dat is wel zo... dat is heel fijn eigenlijk. Ja, ja, want we hebben drie producties nu voorgesteld gezien. Je zit in geen één daarvan, denk ik. Ik zit nu in de volgende zit ik in. Ik kom van dat tak af. En nee, die andere drie absoluut niet. Maar ik zit nog met een paar andere projecten die daar binnenkort gaan voorgesteld worden. Dus ik ga nog wel iets doen. Ja, ja. In het algemeen zijn we toch zeker dat we nog 2 à 3 producties per seizoen brengen. En dat we onze basis hebben in Gent en de Vlaamse Ardennen. Hopelijk dat daar nog uit te breiden, Oost-Vlaanderen. En zit daar Antwerpen, Middelkerken, Bree zit dat daarbij. Heel goed, heel leuk. Maar de basis Gent, Vlaamse Ardennen, Oost-Vlaanderen is het belangrijkste. En ik hoop dan dat we ook daarnaast een beetje de verdere samenwerking, mag ik wel zeggen, met John van Eert uit Nederland verder kunnen zetten. We hebben al 2 stukken gespeeld. Er zijn nog wat dingen gaande. Ik moet zeggen dat die samenwerking heel vlot verloopt. Zij spelen het in Nederland en wij kunnen het dan naar hier halen. En heel veel dingen van gebruiken. En ja, mensen weten dat misschien niet goed, maar in Nederland is John van Eert hut van hut op vlak van comedy. En ja, ik vind dat zelf ook gek dat wij daar kunnen mee samenwerken. Ah, er is zoveel vertrouwen. Alleen in het begin moest je dat natuurlijk wel even verdienen van dat je iets kunt. Maar er is zoveel vertrouwen dat ik eigenlijk bijna niet moet aftoetsen van mag ik dat doen of zo. Ik schrijf iets en ze hebben direct vertrouwen van ja, dat zal dan wel goed zijn als ze het ziet bijvoorbeeld. Dus dat, ja, en dat is inderdaad... Ik heb vroeger ook in amateurgezelschappen gespeeld en wat je daar vooral hebt is zo'n hele groepsfeer altijd, omdat je iedereen kent van... En dat is hier juist hetzelfde, alleen dat dan professioneel is. Dus het is echt een heel warm gezelschap. Een van de dromen is toch wel het stuk dat we ook dit jaar gaan spelen, Hotel Politiek, met zowel Compagnie van de Leut, die ik ken uit mijn jeugd, met Koen Krukke, met Bob de Moor, met Katja en met Peter, met iedereen erbij. Een stuk van 10 mensen, een keigoed stuk van Ray Cooney. En mensen kennen het misschien als foeiminister, maar wij gaan dat bewerken naar de burgemeester in Gent, speelt zich af in Gent. Dat zijn een van de stukken naast Taxi Taxi die we ondertussen nog gespeeld hebben, die ik altijd zei, ja, die wil ik doen. Dus dat is eigenlijk al een droom die uitkomt.